heropen de vergadering. Aan de orde is 2 minuten debat digitalisering in het onderwijs. Ik heet uiteraard de leden welkom en de beide bewindspersonen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor primair en voortgezet onderwijs. De heer Bisschop heeft dus voordat we beginnen heeft gevraagd om, ondanks dat hij niet meegedaan heeft aan het commissiedebat, toch te mogen spreken in dit 2 minuten debat. Ik kijk heel even rond of daar bezwaar tegen is. Dat zie ik niet. Dan worden u toegevoegd aan de sprekerslijst. Dat maakt dan dat wij 7 sprekers hebben van de zijde van de Kamer met als eerste, en ik zag hem al staan, de heer El Yazini van de VVD. Voorzitter, dank u wel. En goed dat we bij elkaar kunnen komen met dit 2 minuten debat. We hebben een commissiedebat gehad op 1 december 2021. Dat is 14 maanden geleden geweest. En het inplannen van 2 minuten debat heeft behoorlijk op zich laten wachten. Dat heeft niets te maken met de planning van de G4, maar meer vanuit ons als politiek en ook het kabinet. Dat heeft lang geduurd. In die tussentijd zijn er gemiddeld zo'n 8600 aanvallen per dag geweest op het VO en het MBO-onderwijs. Dat is bij elkaar opgeteld ongeveer zo'n 3,6 miljoen aanvallen. Dus er is echt wel wat aan de hand. Vandaar dat ik een aantal moties heb, voorzitter. En ik zal meteen aan de slag gaan om ze voor te lezen. De Kamer gehoort de raadslaging en constateert dat het aantal voorbeelden van hacks en cyberaanvallen op PO- en VO-scholen groeit. Constateert dat deze hacks en cyberaanvallen significante maatschappelijke en financiële gevolgen hebben voor leerlingen, leraren en onderwijsinstellingen. Overwegend dat er met de coöperatieve vereniging van schoolbesturen SIFON en met Kennisnet al een infrastructuur bestaat om veilige en goede digitalisering te realiseren. Overwegend dat het onwenselijk is dat elke school zelf het wiel opnieuw uit probeert te vinden op het gebied van veiligheid en goede digitalisering, verzoekt de regering om met een plan te komen om de primair en voortgezet onderwijsinstellingen veel beter aan te laten sluiten bij SIFON. Dat gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door de heer Van Baarle. Dan de Kamer gehoort de beraadslagingen, constateert dat het aantal voorbeelden van hacks en cyberaanvallen op PO- en VO-scholen groeit. Constateert dat de regering geen overzicht heeft van alle hacks van PO- en VO-scholen. Constateert dat in Nederland nergens een overzicht is van gehackte PO- en VO-scholen. Constateert dat een PO- of een VO-school ervoor kan kiezen om een hack of een cyberaanval stil te houden uit angst voor reputatieschade. En overwegend dat het stilhouden van aanvallen scholen ervan weerhoudt van elkaar te leren en de cyberveiligheid te verbeteren, verzoekt de regering een meldplicht in te voeren voor POVO, waarbij scholen verplicht worden een hack of een cyberaanval te melden bij het ministerie van OCMW. Dat gaat over tot orde van de dag. En tot slot, voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslagingen. 15 seconden. Ja. Constateren dat er sinds het commissiedebat digitalisering in het onderwijs van 21 december 2021 gemiddeld 8600 aanvallen per dag hebben plaatsgevonden, wat neerkomt op zo'n 3,6 miljoen cyberaanvallen sinds het debat. Constateren dat het aantal hacks en cyberaanvallen op mbo-scholen groeit en dat het percentage van aanvallen op ons onderwijs door interstatelijke actoren aanzienlijk is gegroeid. Overwegend dat het voor de samenleving en de overheid niet inzichtelijk is waar het mbo-scholen per school staan op het gebied van cyberveiligheid en welke verbeteringen het mbo-scholen voornemens zijn te maken, verzoekt de regering mbo-scholen te verplichten de stand van zaken van hun cyberveiligheid op te laten nemen in hun jaarverslagen en daar ook verbeteringen aan te kondigen voor het volgend jaar, en gaat over tot orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. En bedankt voor het extra tijd. Ja, dat zal ik niet. Daar maak ik geen gewoonte van. Dus voor een volgend debat bent u gewaarschuwd. Dank de heer El Yazini namens de VVD. De volgende spreekster is mevrouw Dekker Abdelaziz van D66. Dank, voorzitter. Voorzitter, alles. Zo, even wachten. Oké. Ik dacht, ja, dat is AI. Alles digitaliseert in Nederland, ook in het onderwijs. En dat merken we elke dag. 20 jaar geleden hadden we nog schoolborden met krijt. Nu kunnen we niet meer om het digibord heen, in ieder geval op de basisschool dan. De komst van kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, ziet D66 niet alleen als een bedreiging, maar ook juist als een mogelijke kans. En natuurlijk moeten we ook goed kijken hoe we mogelijke negatieve effecten goed kunnen opvangen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in de komende generaties hier op de goede manier mee omgaan? Hoe zorgen we ervoor dat we docenten genoeg handvatten geven om hiermee om te gaan? Voorzitter, om te bewijzen dat ChatGPT een hulpmiddel is voor iedereen, hebben we hem gevraagd en geleerd om een motie te schrijven. En die ga ik indienen. Een uniek moment, want het is volgens mij de eerste keer dat door de AI geschreven motie die formeel ingediend wordt in de Tweede Kamer.
En vermoedelijk de eerste van velen. Dus bij deze. Ja, de Kamer, gehoord hebbende de beraadslagingen, overwegende dat het ontwikkelen van een AI-strategie voor het onderwijs van groot belang is om de mogelijke negatieve effecten van AI op het onderwijs te minimaliseren en de positieve effecten te maximaliseren, constaterende dat het van belang is om te zorgen dat het onderwijs blijft voldoende aan de behoeften van onze maatschappij en aan de toekomstige arbeidsmarkt, verzoekt het kabinet om op korte termijn een AI-strategie te ontwikkelen met betrekking tot de impact van AI op het onderwijs en de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van deze strategie. En gaat over tot de orde van de dag namens mezelf en de heer Van Menen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Dekker-Adelaziz, voor dit, deze nieuwe wijze van het maken van moties. Altijd goed dat in ieder geval de computer het standpunt van D66 dan kennelijk goed weet te verwoorden. We zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar de appreciatie. Maar dat gezegd hebben, nodig ik de heer Van Baarle uit om zijn inbreng te komen doen namens DENK. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is al een tijdje geleden dat wij van gedachten gewisseld hebben met de ambtsvoorganger van deze minister over dit onderwerp. En voorzitter, ik heb de motie van de heer El Yassini meegetekend om een plan te maken om meer schoolbestuur te laten aansluiten bij Sivon. De signalen die wij terugkrijgen is dat er ongeveer slechts een derde deelneemt aan Sivon en dat de groei een beetje aan het stagneren is. Dus voorzitter, ik hoop dat de minister een positief oordeel kan geven op deze motie. En ik zou hem willen vragen, als hij bereid is dat te doen, welke mogelijkheden hij dan voorhanden ziet. Zou het niet een idee zijn om schoolbesturen überhaupt gewoon te verplichten in het normakader dat deze minister gaat opstellen om hiervan lid te worden? Omdat we zien dat het gewoon belangrijk is dat scholen meedoen aan die kennisuitwisseling en dat we in zo'n corporatie hun vuist kunnen maken tegen de negatieve effecten van big tech bedrijven. En voorzitter, daar gaat mijn volgende motie over. In het commissiedebat heeft de ambtsvoorganger van deze minister aangegeven de mogelijkheden te bezien om ook in Europees verband te bepleiten dat er alternatieven voor die platforms worden ontwikkeld, gestoeld op publieke waarden. En voorzitter, we zijn Europees ook bezig met AI-verordeningen. En als we zien dat uit onderzoek blijkt dat kinderen getrackt worden door Big Tech in het klaslokaal, is dat misschien iets wat we in Europees verband gewoon zouden moeten verbieden. En daar gaat de volgende motie over. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de macht van Big Tech in het onderwijs toeneemt, constaterende dat onderzoek van Human Rights Watch laat zien dat de privacy van kinderen in gevaar kan komen bij het gebruik van producten en diensten van Big Tech in het onderwijs, overwegende dat alternatieven kunnen voorkomen dat er sprake is van te grote afhankelijkheid van Big Tech in het onderwijs, verzoekt de regering in Europees verband te pleiten om een verbod in te voeren op het tracken van kinderen in het klaslokaal en Europese alternatieven te ontwikkelen voor de onderwijsproducten en diensten van Big Tech die gestoeld zijn op publieke waarden en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, meneer Van Baarle, voor uw inbreng namens DENK. Dan is de volgende spreker van de zijde van de Kamer, de heer De Hoop, namens de PvdA. Dank, voorzitter. Ik heb één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat devices in de wet gratis schoolboeken niet in de definitie van lesmateriaal zijn meegenomen en er in het voortgezet onderwijs te vaak onduidelijkheid bestaat over de vraag of de kosten voor een device voor de school of voor de ouders zijn. Overwegend dat de gemeente Amsterdam in het verleden heeft afgesproken dat alle kinderen waarvan de ouders onder de 120% van het wettelijk bestaansminimum verdienen, digitale middelen van de gemeente konden krijgen, maar dat dit lang niet in elke gemeente gebeurt, verzoekt de regering om in kaart te brengen in welke gemeente, in welke mate dergelijke voorzieningen zijn getroffen en welke gemeente de betrokken ouders en hun leerplichtige kinderen geheel aan hun lot overlaten. En gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Quint en mevrouw Westerveld. Dank u wel voor uw inbreng. Kijk heel even naar de heer Peets. Het was niet voor interruptie, het was voor uw eigen inbreng. Ja, bij nader inzien. De heer De Hoop, als u nog even weer terug wil. Dank daarvoor. Dan heeft de heer Peets namens CDA een interruptie. De heer Peters.
Ja, nee, sorry, omdat ik me eigenlijk afvroeg of dit nou een motie was die over onderwijs ging, of eigenlijk om te exposen welke gemeentebestuur zich in de ogen van de heer De Hoop misschien wat minder netjes gedraagt richting kinderen. Nee, en mij gaat het erom dat er gewoon ouders en leerlingen in de problemen komen door schoolkosten van de vijzers. Dat heeft met onderwijs te maken en de mogelijkheid om goed mee te kunnen doen in de klas en de lasten die dat met zich meebrengt. En dat is niet om gemeentes te bashen die niet dit soort regelingen hebben. Ik wil daar gewoon inzichtelijk hebben om hoeveel gemeentes het gaat. Om hoeveel kinderen het gaat die hier misschien geen aanspraak op kunnen maken. En dat we daar dan misschien iets mee moeten. Dus met die insteken is het bedoeld. Tot slot, de heer Peters, kort. Ja, tot slot. Misschien ter overweging, als u die motie nog zou kunnen aanpassen en zou zeggen van, en verzoekt eigenlijk de scholen ervoor te zorgen dat ieder kind zo'n ding kan hebben. Volgens mij ligt de eerste verantwoordelijkheid voor dat soort dingen bij de scholen zelf. Ik deel dat. Mijn insteek was vooral om het in kaart te brengen, om te kijken hoe groot het probleem was. Maar ik snap de overweging van de heer Peters, dus ga ik meenemen, ook afwachtende appreciatie van de minister. Dank u wel, meneer De Hoop, ook voor die nadere toelichting. Dan staat de heer Peters al en dat komt goed uit, want hij is ook de volgende spreker namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. Twee moties. De Kamer gehoord de beraadslagingen constateren dat wiskundige principes niet de neiging hebben om per jaar van inhoud te veranderen. Constateren dat rekenmachines niet hoeven mee te veranderen met veranderde wiskundige principes. Constateren dat met enige regelmaat nieuwe rekenmachines op de markt worden gebracht met nieuwe functies die voor goed onderwijs niet alleen onnodig zijn, maar tijdens examens zelfs fysiek moeten worden uitgeschakeld. Constateren dat producenten van rekenmachines gratis nieuwe exemplaren geven aan leraar wiskunde in de terechte veronderstelling dat ze dit ook tijdens lessen zullen gebruiken. Constateren dat lesgeven gemakkelijker is als alle leerlingen dezelfde machine gebruiken. Concluderen dat scholen om de paar jaar dus het nieuwste exemplaar verplicht stellen. Ten slotte concluderen dat rekenmachines dus niet door de meerdere kinderen uit een gezin gebruikt kunnen worden en ouders onnodig en fors op kosten worden gejaagd. Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe geregeld kan worden dat de eisen aan grafische rekenmachines voor langere tijd vastgesteld kunnen worden, zodat ouders niet onnodig op kosten worden gejaagd. Verzoekt de regering met het college voor toetsing en examens in overleg te treden en een expliciet in alle communicatie te laten vermelden dat alle eerder op een school gebruikte rekenmachines die voldoen aan de gestelde eisen ook daadwerkelijk door die school, door alle leerlingen gebruikt mogen worden. Verzoekt de regering dit tevens actief aan scholen en ouders mede te delen, zodat ouders hun geld kunnen gebruiken voor nuttige zaken. En gaat over tot de orde van de dag. Peters en Quint. Dank u wel. Voor u vervolg met uw volgende motie heeft u een interruptie van de heer Beertema, PVV. Ja, een interruptie, eigenlijk weer een punt van orde, voorzitter. Gisteren werd ik door een razende reporter van de NOS benaderd met een app met letterlijk deze motie, helemaal uitgewerkt. Wat ik daarvan vond, nou kan ik me niet herinneren dat de PVV en ik ooit benaderd ben door de NOS, want die in hun opvatting van pluriformiteit bestaan wij niet. Maar gisteren werd er dus heel aanhoudend geïnformeerd wat wij daar nou van vonden. Ik zeg, ik weet het niet, want ik zit in die vaste Kamercommissie Onderwijs, maar ik heb die motie niet, maar hij wel. Dus uw vraag is aan de heer Mijn Peters. Vraag is, hoe komt die motie letterlijk nou bij die journalist terecht die dit kennelijk zo belangrijk vindt over die rekenmachines, de NOS, ik begrijp daar niks van. Het lijkt wel of er een persoonlijke fitty wordt uitgevochten met iemand, maar ik vind dat echt niet kunnen. Volgens mij is uw vraag helder. Hoe komt die motie bij die NOS terecht en waarom staat er vanmorgen vroeg al dat de Kamer deze motie heeft aangenomen? U hoeft er nu meer in te dienen, we hoeven niet meer te stemmen. De NOS heeft besloten dat het al geregeld is. Dank ik vind het wel. Onbegrijpelijk, ik vind het niet in de haak en ik vind dat u als voorzitter daar ook iets van moet vinden. Volgens mij is het aan de collega's, maar ik ga eerst het woord geven aan de heer Peters voor die toelichting, maar is het volgens mij aan de collega's om afstemming te zoeken met wie zij willen over een motie? Maar goed, kijk even naar de heer Peters. Twee zaken erover. Kijk, ten eerste natuurlijk, ik doe wat iedereen hier in dit huis doet en ik praat met mensen over moties die we indienen. En daarom, op die manier komen ze eraan. Dat is natuurlijk niks nieuws, dat doet de hele wereld al 100 jaar. Ik heb dat niet uitgevonden. En wat de NOS op teletext zet, ja, ik wou dat ik daar zelf kon typen. Dan zou het er vaker positiever uitkomen te zien. Maar hoe zij dat doen, dat is echt aan hun. Daar kan ik niks aan doen. Maar ik zoek dus afstemming met heel veel mensen over moties en in het veld en af en toe ook met de pers. Tot slot de heer Beertema. Ja, dat begrijp ik. Ik beschuldig mijn collega Peters ook nergens van. Ik zou het ook niet durven. Maar ik vraag me af waarom deze specifieke journalist zich zo druk maakt. Het is best belangrijk hoor, maar het is niet het belangrijkste op aarde. Dat de NOS hier een soort kweeste, deze journalist een soort kweeste van maakt om dit voor elkaar Dank te krijgen. Dank u wel, meneer Beertema. Volgens mij is het een vraag aan iemand die er niet bij is. Dus u kunt u wellicht nog tot die journalist dan wenden. Dan kijk ik naar
de heer Peters voor zijn tweede motie. Ik heb een tweede motie, die gaat wel over een kweeste. De Kamer gehoort de beraadslagingen overwegend dat smartphones ontworpen zijn om de aandacht te grijpen en vast te houden en daardoor verslavend en vrijwel niet te negeren zijn. Overwegend dat een mens niet kan multitasken en dat het goed volgen van onderwijs met een smartphone in de buurt feitelijk onmogelijk is, constateren dat er maatschappelijk brede consensus bestaat, ontstaat over het feit dat smartphones in de klas zeer problematisch zijn, verzoekt het kabinet in gesprek te gaan met ouders, onderwijs en wetenschap over de vraag op welke manier smartphones het beste uit het klaslokaal geweerd kunnen worden en of een landelijk verbod daarbij helpend is en de Kamer over de uitkomsten hiervan nog voor het zomerreces te informeren. Gaat over tot de orde van de dag, was getekend door Peters en Beertema. Ik moet er wel bij zeggen dat ook mevrouw Paul en de heer Paul van Menen er best graag onder hadden willen staan, maar ik heb met meneer Beertema dit traject opgetrokken, dus ik dacht dat houden we het maar zo. Dan zullen we dat wellicht terugzien in het stemgedrag dinsdag bij de stemmingen. Dan nodig ik nu de heer Quint uit namens de SP. Ja, dank voorzitter. In tegenstelling tot de heer Beertema vond ik een heel erg mooi teletekstbericht wat ik vanochtend las. Het was samen met de huidige stand in de Eredivisie mijn favoriete plekje op teletekst vanochtend. De reden dat dit debat zo lang op zich heeft laten wachten ligt deels bij ons. Ik heb namelijk meermaals gevraagd om uitstel van dit 2 minuten debat. Waarom? Omdat ik in afwachting was van, dat heet dan een DPIA, een Data Protection Impact, ingewikkelde afkorting in het Engels over privacy. En dat ging specifiek over Chromebooks, omdat we merken dat steeds meer scholen Chromebooks gaan gebruiken en dat er serieuze zorgen waren over de privacy van leerlingen op die Chromebooks. Nou is dat uiteindelijk richting Sifon geschoven en is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat is nou de laatste stand van zaken. Weten wij zeker dat wanneer leerlingen dat gebruiken dat veilig is? Dus daar vraag ik hier nogmaals om. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het gebruik van Microsoft 365. Daarvan zegt Duitsland, nee, dat moet je niet doen, dat is slecht. En daarvan laat de Nederlandse regering weten, ja nee, maar wij hebben afspraken gemaakt dat dat wel goed kan. Betekent dat nou dat wij andere afspraken hebben gemaakt of dat wij soepelere normen hebben dan de Duitsers? Over de grafische rekenmachine heeft de heer Peters denk ik voldoende gezegd. Ik kan moeilijk verdedigen waarom ouders keer op keer op zulke hoge kosten worden gejaagd voor een apparaat dat grosso modo nog steeds hetzelfde doet als al die jaren daarvoor. En bovendien hoor ik van veel wiskundeleraren die zeggen van ja, zou je eigenlijk niet sowieso van dat ding af moeten in de examens? Want je leert meer een trucje dan dat je er echt wiskunde van leert. Ik wil me verre houden van de vakinhoud en zeker bij een vak als wiskunde, want dat ligt bepaald niet mijn specialiteit. Maar ik wil die vraag wel doorgeleiden naar de minister van Zuiderwijs kunnen kijken in hoeverre dat apparaat überhaupt dienstig is aan wat wij willen dat leerlingen uiteindelijk leren met wiskunde. En tenslotte nog een vraag. Wanneer scholen kiezen voor laptopgebruik, moeten zij er volgens mij altijd voor zorgen dat er ook een gratis alternatief voorhanden is voor leerlingen die dat niet kunnen gebruiken. Nou hoor ik nog steeds van leasecontracten, van onderhoudscontracten en dat soort zaken. En dat ouders dus toch op kosten worden gejaagd. Terwijl volgens mij de afspraak was, de school moet een kosteloos alternatief Komt u tot een afronding organiseren. Dus ja, of de minister het even uit kan zoeken. Dank u wel, de heer Quint. Namens de SP, dan is de laatste spreker van de zijde van de Kamer, de heer Bisschop, namens de SGP. Voorzitter, dank. En wederom dank aan de collega's voor hun mildheid om mij het woord te mogen verlenen. Ik heb één motie. Ik zag in het voorbereiden dat het debat erg ging over de digitale veiligheid en alles wat daarmee samenhangt. Ook begrijpelijk, dat was toen ook uiterst actueel. Maar er doen zich ondertussen ook andere ontwikkelingen voor en daar speelt deze motie op in. De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat de bekostiging van de overheid voor het inkopen van lesmateriaal door scholen dient bij te dragen aan de duurzame en stabiele beschikbaarheid van lesmateriaal tegen zo laag mogelijke kosten. Constateren dat scholen door het licentiefolio-systeem van grote uitgevers met uiteenlopende problemen worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld dat de digitale ondersteuning van een bepaalde editie na korte tijd wordt ingetrokken. Of tekstboeken met een langere afschrijvingstermijn zijn vervangen door uitsluitend tekstwerkboeken met een jaarlijkse licentie.
En scholen worden contractueel verplicht tot jaarlijks gebruik, ondanks mogelijkheden om het lesmateriaal meerdere jaren achter elkaar te gebruiken. Voorts constateren dat scholen te weinig tegenwicht kunnen bieden tegen de marktmacht van grote uitgevers, terwijl de behoefte van scholen en leerlingen leidend zou moeten zijn, verzoekt de regering te verkennen op welke wijze de nadelen van het licentiefolio-systeem verholpen kunnen worden en de markt van schoolboeken meer duurzaam en kostenefficiënt kan worden. En gaat over tot de orde van de dag, ondertekend Bisschop. Voorzitter, dank. Dank u wel, meneer Bisschop, voor het indienen van deze motie. Daarmee komen we op 9 moties en we hadden volgens mij nog een enkele vraag. Ik kijk even naar de bewindspersonen, hoe lang zij nodig hebben voor de voorbereiding. Ze kunnen meteen door. Dan geef ik minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs het woord. En wellicht kunt u, ik weet niet of er de openstaande vraag nog bij u zat, want wellicht kunt u dan daar beginnen, zodat ook de moties even rondgedeeld kunnen worden. Dat is altijd voor de collega's toch wel... Maar er zijn al moties rondgedeeld, toch? Ik kijk heel even rond, niet voor de leden. Ik denk dat u dat voorrecht heeft gehad om ze alvast te hebben. Okay. Want ik zelf even wat scherper moet zijn, met excuus daarvoor. ik denk eerlijk gezegd dat de meeste vragen wel in de moties zitten. Maar ik kan wel beginnen met dan de vraag van de heer Quint. Graag. Want die heeft deels motie ingediend, maar deels ook niet. DPIA. Voorzitter, is dat nou veilig? Waar staat dat? Ik heb heel lang gewacht. Waarom duurt dit nog langer dan ik heb kunnen wachten? Ik deel dezelfde zorgen, dus ook over de privacy van leerlingen. Iedere leerling moet ook in een veilige omgeving onderwijs kunnen volgen, ook in het digitale domein. Data van leerlingen mag ook geen verdienmodel zijn van commerciële partijen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, u bekend als de AVG, die biedt daar ook een stevige basis voor die ook in het onderwijs van kracht is. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van producten van Big Tech als Microsoft en Google. En met Microsoft heeft dat al eerder tot goede afspraken geleid. En daarover heb ik in december ook een brief gestuurd. Met Google loopt dat traject nog. En ik vind ook dat dat lang duurt. Maar ik zie ook dat, dat het onvermijdelijk is als je wel optimale bescherming wil voor de gegevens van leerlingen. En we hebben ook gecheckt bij de autoriteit persoonsgegevens. Is dit nou, hoe moeten we dit traject nou aanvliegen? En die benadrukt ook het belang van dat je wel ook een grondig privacyonderzoek moet doen. En dan ook tot goede afspraken moet komen. Google heeft toegezegd aan ons om rond augustus 2023, dus augustus dit jaar, een versie van Chrome gereed te hebben waarin alle privacyrisico's ook zijn weggenomen. En ik zal de Kamer ook dan informeren over de uitkomst daarvan. U heeft een interruptie van de heer Quint, SP. Ja, ik snap dat dit tijd kost. Maar wat ik het onbevredigende eraan vind, dat is misschien een iets breder punt, is dat dit traject nu al, ik geloof, 1,5 jaar loopt. Dus door de voorganger van de minister ingezet. Dat we nu nog 1,5 jaar moeten wachten op sluitende afspraken met Google. En dat op dit moment gewoon duizenden kinderen op zo'n Chromebook onderwijs volgen. En ik snap dat we dat niet met terugwerkende kracht kunnen terugdraaien. Maar ik vind wel dat we vooruitkijkend naar de toenemende rol die digitalisering zou gaan spelen, op een of andere manier strakker moeten waarborgen dat datgene wat in de klas terechtkomt, van tevoren getoetst is of dat voldoet aan onze criteria. Dat hoeft de minister niet nu meteen toe te zeggen, ik hoef er geen brief of rapport over. Maar ik zou het wel fijn vinden als die vraag in toekomstige denkrichtingen over digitalisering wordt meegenomen. Dank u wel. Dat is een hele grote vraag, maar is wel essentieel. De minister. Nou, die vraag hebben we ook, want ik ben me daar bewust van. Kijk, het vervolg is, als dit in augustus niet tot afspraken leidt, dan kom je op een gegeven moment op de keuze. Dan moeten we die dingen dus verbieden. Dat heeft dan consequenties. En wij hebben wel het idee dat dit wel een serieus gesprek is waar die afspraken in toe kunnen komen. Ik kom zo op Microsoft 365, maar daar hebben we dat ook gedaan. En daar is het ook gelukt om die afspraken te maken. Dus we hebben de overtuiging dat dat hier ook lukt, maar het duurt wel lang. Ik hoorde u ook zeggen van dat is niet oneindig, dat geduld. En zorg dat we daar beter op voorbereid zijn. Op 14 juli hebben wij een brief gestuurd naar de Kamer hoe we überhaupt op digitale veiligheid in het fundeerd onderwijs dat strakker willen doen. Komt er ook nog op bij de moties van bijvoorbeeld de heer Yassini.
En daar neem ik deze vraag dan ook mee in de opvolging van die strategie. Dank u wel. Dan heeft inmiddels iedereen de moties. Dus, ja, maar dan ga ik toch de vraag van de heer Quint nog even af. Dat is dan wel zo netjes. Heeft Nederland betere afspraken dan Duitsland? Ja, dat is zo. Het is de gronden waarop dat in Duitsland zijn verboden, zijn in Nederland niet meer aan de orde. En ik heb de Kamer ook op 23 december daarover geïnformeerd. Op basis van DPIA van het Rijk zijn in 2019 afspraken gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens door Microsoft, ook in het Nederlandse onderwijs. In 2021 zijn daar, naar aanleiding ook van de richtlijnen van het European Data Protection Board, nog aanvullende afspraken over gemaakt. En met deze afspraken worden de bevindingen van de Duitse toezichthouder in Nederland in ieder geval voldoende ondervangen. En de privacyrisico's die in Duitsland zijn geconstateerd, zijn in Nederland dus niet meer aanwezig. Dank u wel. Dank u wel. Ga ik nu gewoon even de moties af. En dan begin ik bij de heer El Yassini. Plan maken, stimuleren dat scholen ook een lidmaatschap aangaan bij Sivon. Ik kan scholen niet verplichten om nou direct lid te worden van Sivon. Sivon is een coöperatie waar scholen op vrijwillige basis lid van kunnen worden. Kan natuurlijk allemaal wel wijzigen, maar dat betekent dat heeft wat meer voeten in de aarde dan ik op korte termijn zou kunnen doen. Dus tegelijk onderschrijf ik wel ten zeerste het belang van samenwerking tussen schoolbesturen op het gebied van digitalisering en ook de meerwaarde van gezamenlijk inkopen. Sivon heeft ook die meerwaarde als meermaals bewezen. En het traject met Google heeft ook eerder, dus eerder traject met Google, ook laten zien hoe belangrijk het is om op dit thema dan gezamenlijk op te trekken richting leveranciers. Niet alleen om een goede prijskwaliteit af te dwingen, maar ook tot goede afspraken te komen over privacy van leerlingen. En ik roep daarom ook alle schoolbesturen, groot en klein, op om zich aan te sluiten bij Sivon. Dat is het belang van iedere school, maar ook in het belang van de gehele sector. En daarmee zie ik de motie als stimulering om dit vooral door te zetten en daarmee oordeelkamer. Dus motie 1, oordeelkamer, maar desondanks heeft hij een vraag van de heer El Yassini, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik hoor de minister ook spreken over op korte termijn. Die snap ik ook. Tegelijkertijd vind ik wel dat steeds meer, vooral met name PO-scholen, want mijn collega Van Baarle had het al over 1/3, dat is het vooral in de PO-scholen, dat we constant zien dat andere scholen opnieuw het wiel zelf aan het proberen het uit te vinden. Dat is wel, dat gaat ten koste van de bekostiging en van de efficiëntie en effectiviteit. Het doel van de VVD is om ervoor te zorgen dat het jaar op jaar steeds veiliger wordt. En daar speelt Sivon ook een belangrijke rol in. Kan de minister dan wel vertellen wat hij kan doen om ervoor te zorgen dat PO- en VO-scholen zich echt ook in die lidmaatschap steeds meer en steeds vaker zich aansluiten bij Sivon? Omdat er juist ook geen alternatief is. Ja. De minister. Ja, voorzitter. Ik denk dat het beeld van de heer Yassini klopt. Hè. Dus er is grote behoefte aan om dit vakkundig en goed te doen. Daarvoor is niet altijd alle resources aanwezig op een school. Dus dat moet je organiseren. Daar kan deze organisatie aan bijdragen. En wij kunnen daaraan bijdragen door de normen en de eisen en hoe die veiligheid geborgd moet zijn in brede zin. Op digitaal gebied kunnen wij aandraaien. Er komt zometeen op die motie over de meldplicht. Daar ben ik voor. Dat is een voorbeeld van hoe je dat kan doen. Maar we hebben op die brief van 14 juli ook op heel veel, en ik snap dat u die niet meer helemaal voor de geest hebt hier, maar daar hebben we juist een heel strakkere aanpak geformuleerd, waar deels ook nog wel dingen opgezet worden. Maar dat is een track eigenlijk die gaat naar Sivon. Hè? Want dat betekent dat we ook externe audits gaan doen. Daar moet je op voorbereid zijn. Anders krijg je daar later last van. We gaan meer checks doen. Je moet melden. Hè? Dus we draaien eigenlijk alle knoppen aan om dat te doen. En daarmee is die beweging daar naartoe. Want ja, je hebt die hulp echt nodig. Die denk ik dat we die voor stimuleren. Dank. De heer Van Baarle namens DINK nog op dit punt. Ja, voorzitter, dank u wel. En dat gaat specifiek over het begin van de beantwoording van de minister, namelijk over het verplichten. En de minister gaf aan dat is iets wat zou spelen op de lange termijn. Maar voorzitter, als we zien dat die groei eigenlijk in de afgelopen tijd is gestagneerd en dat zo weinig schoolbesturen meedoen aan Sivon, kan de minister dan wel toezeggen dat we het verplichtende karakter van onderdeel zijn van zo'n corporatie, dat hij dat bereid is te onderzoeken en dat we daar ook wat van terugkrijgen. Of dat opportun is gezien het traject wat de minister op korte termijn wil gaan doorlopen. Dank u wel, de minister daarop terug kunnen komen, dat kunnen toezeggen. Ja, ik probeer een beetje voorzichtig te zijn met wat we allemaal toezeggen en daarmee verwachtingen wekken, omdat we op heel veel vlakken heel veel doen. Dat is ook in het eerdere Kamerdebat hier vandaag gewisseld. Dus wij komen over de voortgang terug op die brief van 14 juli. Komt een vervolg.
Daarin zullen we uitleggen waar staat dat nu met het onderwijs. Ook wat doet dat met deze oproep van de heer El Yassini, hoe kunnen we die nog aanscherpen. En dan zou ik ook die vraag van u, die kan ik daarin meenemen. Maar dat betekent niet dat we nu, want soms is onderzoeken ook, dan betekent maak een ton vijf, bel een onderzoeksbureau en dan duurt het een half jaar. Plus dan, ja, wat moeten we dan? Hè? Dus wij kiezen nu voor deze richting, omdat we daar een overtuiging toe hebben. Als u zegt, nou, dat is niet mijn overtuiging, dan moet u een motie indienen voor een verplichting. Ik denk dat als je dat doet, even eerlijk, als het echt noodzaak is, dan gaan we er echt wel toe komen. Maar wij denken met een aangescherpte strategie juist verder nu te kunnen komen. Ook omdat scholen wel de kans moeten krijgen daarin mee te groeien. En ook een verplichting, ja, u weet ook hier, als we hier tot een wet moeten komen, dan ben ik 2-3 jaar verder. En in die tussentijd moet er wel wat gebeuren. Dus ik wil niet te veel afleiden om daar dan vooral over 3 jaar bezig te zijn, maar vooral nu met die scholen bezig te zijn. Maar ik zal uw vraag wel meenemen, uiteraard, gewoon in de update. Dank en mocht dat dus aan de orde zijn, zouden we zeker dat gewoon natuurlijk ook zeggen in de ook brief. Ook gelet op de tijd, minister. Zou je willen vragen om door te gaan met appreciatie van motie 2? Ja. Eén heeft oordeelkamer. En 2 heeft ook oordeelkamer, voorzitter. Ik kan nog een argumentatie noemen. Het is belangrijk dat scholen zich ook ergens kunnen melden als ze te maken krijgen met een hack of een cyberincident. We hebben ook in de brief van 14 juli aangekondigd hoe we dit ook willen gaan doen. Dat we daar dus scherpere regels voor hanteren, duidelijkere normen voor gaan maken en ook allerlei borging daarvoor organiseren. Dus dit past daarin. Dus motie 2, oordeelkamer. Motie 3? Motie 3 is van de heer van... Nee, die komt door mijn collega OCW. Oké, dan gaan we door naar de volgende motie. Ja, motie 4 doet ook mijn collega Dijkgraaf en 5 doe ik. Motie 5 van de heer Van Baarle. Ja, die motie sluit wel aan op ook de insteek die wij hebben. Dus deze motie zou kunnen overnemen. Kijk ik heel even naar de heer Van Baarle of die akkoord gaat met overnemen. Ja, dan noteren we overnemen of overgenomen. Ja. Motie 6. Motie 6 is van de heer De Hoop. Ja. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meedoen in die digitale samenleving, ook in het onderwijs. De heer De Hoop noemt een aantal terechte punten. We monitoren nu periodiek de schoolkosten voor ouders en scholen. We kijken ook naar de tegemoetkoming van de overheid, ook van gemeenten, van particuliere instanties. Maar ook zeer eens met de oproep van de heer Peters. In de beleidsreactie op de eerstvolgende schoolkostenmonitor zou ik ook ingaan op de bekostiging van de devices, op de rol van de verschillende gemeenten die daaraan kunnen spelen. En ook de digitale hulpmiddelen in de klas, hoe we daar dan voor zorgen. Ik zou in die zin, doen we dit dus, kan ik de motie overnemen en als aanmoediging zien om dat goed te doen. Heel even naar de heer De Hoop, die knikt. Daarmee noteren we bij motie 6 overgenomen. Motie 7 van de heer Peters. Motie 7. Dan moet ik heel even kijken. De rekenmachines, ja. Ja. Even op het goede blaadje zitten. Ja. Ja, voorzitter. Ja, ik had het ook niet eerder natuurlijk, voorzitter. Dus ik moet ook wel even... Nee, grapje. Even zien. Ja, die grapjes. Motie 7 over de rekenmachines. Ja, het is niet nodig, voorzitter, om ouders onnodig op kosten te jagen. Dus het idee achter deze motie, en de heer Peets heeft het ook eerder genoemd, dit. Hè, dus het komt niet uit de lucht vallen. Daarom is het CVTE, het College voor Toetsen en Examens, bekijkt ook hoe je... om ook andere digitale hulpmiddelen ook toe te staan. En juist ook om die kosten voor ouders te beperken. En nou, de heer Peters verzoekt eigenlijk om dat echt snel en goed te gaan doen. Voor rekenmachines vind ik het ook belangrijk dat scholen die ook zo lang mogelijk blijven toestaan, zodat leerlingen niet ieder jaar een nieuwe hoeven te kopen. Als je namelijk elk jaar een nieuwe verwacht, dan maak je je eigen probleem eigenlijk heel, heel groot. En dan krijg je dat je deze oproep moet doen. Het is ook zo dat scholen daar soms vanuit gemaks, in de praktijk, dat denken dat dat misschien moet. Hè, of daar automatisch toe overgaan. Maar het is maar de vraag of dat nou ook heel nadrukkelijk vanuit ons wordt voorgeschreven om dat te doen. Hè. Dus daar zit gewoon een spanning tussen. Dat moet in de praktijk toepassen en hoe het bedoeld is. Dus de heer Peters zegt eigenlijk, we moeten naar die bedoeling terug.
Om toegestaan te kunnen worden bij een centraal examen, moet er ook een applicatie, en wat dat dan ook is, een rekenmachine of een digitaal hulpmiddel. We komen zo nog op een mobieltje, maar een heel goede app zou ook nog kunnen, voorzitter. Maar die moeten door het college voor toetsen en examens zijn aangewezen als toegestaan hulpmiddel bij het betreffende centrale examen. En de school moet ook in staat zijn om de controle van het desbetreffende hulpmiddel ook volgens de regels uit te voeren. Omdat op alle digitale hulpmiddelen altijd te vragen, dat is te ver gezocht. Maar om dat gewoon te vragen op die rekenmachine dat je gewoon recent in de afgelopen jaren gebruikt waar en toegestaan worden. Daar moet die ruis absoluut niet in zitten. Dus ik kan die motie van de heer Peters volgen. Het zou ook in de regel niet nodig zijn om op elke school alle mogelijke digitale hulpmiddelen toe te staan. Want je kan terugkijken wat je hebt gevraagd aan scholen. Maar om die praktijk zo in te richten dat dat niet gaat bijdragen aan steeds onnodig hoge kosten, ben ik zeer voor. Dus voorzitter, dus een oproep die ik kan steunen. Desondanks heeft u een interruptie van de heer Quint, SP. Ja, nou ja, en aanvullend, omdat ik aanvullend hier nog een vraag over gesteld had. Ik merk heel veel onduidelijkheid. CVTE zegt, wij schrijven helemaal niet elke keer een nieuwe voor. Docenten zeggen, ja, ik wil het niet, maar ik moet van het CVTE het voorschrijven. Dat zou in de communicatie nog wel wat beter kunnen. Dus dat zou ik nog wel willen benadrukken. En daarnaast, de vraag van heel veel wiskundedocenten is vooral, welke rol moet dit apparaat nou eigenlijk überhaupt spelen in onze examens? Zijn wij niet te veel leerlingen een trucje aan het aanbieden? En ik, zoals ik al zei, ik wil dat niet hier gaan beslechten. Ik heb er expres ook geen motie over meegenomen. Maar ik zou het wel verstandig vinden als het CVTE met de sectie van wiskundeleraren in gesprek gaat, om juist hiernaar te kijken. Want als je dat hele apparaat meer afleidt van wat je leerlingen wil leren dan dat het toevoegt, dan zou dat zonde zijn. De minister. Ja. Ja, ik zoek even, deze vraag wil ik best meenemen. Dus ik zoek even ruimte om binnen de motie uit te kunnen voeren, waarbij die de bedoeling natuurlijk wel ook nastreeft. En die ruis opheldert en dat ook snel doet. Dus dat betekent dat wij eigenlijk gaan, op een gegeven moment, ik zou zeggen, ik heb dat nu niet bij ons, hoe snel we dat doen, maar ik neem aan dat we voor de zomer een heel eind kunnen komen om even een update te geven over hoe staan die gesprekken en waar leidt dat toe. Om dan ook die vraag van de heer Quint mee te nemen. Die zou je ook nog wat filosofischer kunnen bekijken, maar die nemen we dan daarin mee. En daarmee krijgt motie. Dus ik kijk even 7... naar de ambtenaar achter of die dat half jaar realistisch is. Dat denken wij wel, ja. Oké, en dan noteren we bij motie 7 oordeel Kamer. Motie 8. Motie 8, voorzitter. Even kijken. De motie van de smartphones. Van Arjen Lubach. Oh nee, de heer Peters. Hebben we nu alweer een novum? Ik wou zeggen, eigenlijk is de AI-app. Dit is eigenlijk de avondshow van de middagshow van de heer Peters. Ik herken de zorgen over het gebruik van smartphones op scholen. Zeker, en ook zeer. We zien ook dat die scholen ook meestal en ook leraren zeggen dat die dingen de lessen ook verstoren. Dat leerlingen daar ook soms door afgeleid worden in de klas. Dat overigens niet het enige is, hè, want je kan natuurlijk ook WhatsApp op een laptop krijgen. Je hebt ook een smartwatch. Maar het idee dat zo'n mobieltje een stoorzender is, dat herken ik. En het is nu zo dat het aan scholen is om daar dan een afgewogen smartphonebeleid op te maken en op te richten. En eventueel ook te zeggen, we gaan dat in de klas niet doen, we doen het in de school niet. En we hebben hier deze regels over. Die ruimte is er. Het is die mogelijkheid, pakken scholen ook. Maar niet iedereen. En de heer Peters heeft eerder ook wel betoogd dat daar ook redenen kunnen zitten op scholen die het ook ingewikkeld maken. Of dan dat de ene leraar dat lastiger vindt om te doen, de ander doet het wel. Of de ene zegt, ik gebruik het actief in de les en de andere niet. En dat is wel verwarrend. Er zijn ook heel veel leerlingen die dit heel erg aan die mobiel gehecht zijn, maar ook wel echt de consequenties daarvan zien. Ook zien hoeveel uur je aan schermtijd hebt. Dat wordt er allemaal bijgehouden en dat is soms best fors. Als we dat allemaal in school kunnen steken, dan gaan die basisvaardigheden misschien wel een stuk sneller omhoog. Scholen die hulp willen bij het opstellen van het smartphonebeleid, die helpen wij nu op dit moment ook met evidence-informed beleid daarop. Wat werkt dan ook? Daar is ook een handreiking op van Stichting Kennisnet. We zijn de motie van de heer Peters vraagt eigenlijk, hoe zorgen we nou dat we niet alleen maar passief afwachten, wordt dat gedaan of niet, maar ga nou echt hiermee aan de slag. En dat betekent, ga het gesprek aan met mensen in het onderwijs over hoe pakt dit uit
in jouw klas, op jouw school. Welke hulp heb jij daarbij nodig? Heb jij hulp nodig om dat in jouw school te verbieden? Of zeg je, dat kan ik zelf in mijn klas prima aan? Of zegt zelf de school, dat kunnen wij ook niet aan. Dat moet op een andere manier georganiseerd worden. Daar heb ik de landelijke overheid bij nodig. Dat gesprek, dat is het verzoek van de heer Peters. Dat vind ik een goed idee, dat steun ik. Dit speelt op heel veel scholen een rol. Het speelt ook op heel veel scholen een negatieve rol. Het heeft mogelijk ook negatieve gevolgen voor alle thema's die wij hier elke dag bespreken, omdat we die zo belangrijk vinden. En als dan we daaraan moeten werken om dit echt te gaan uitdiepen, wat hiervoor tegen zou kunnen werken, dan moeten we dat gesprek aangaan. Dus dat gesprek gaan we doen en daar laat ik de Kamer dan ook weten hoe dat loopt. En de heer Peters vroeg dat om dat over ongeveer een half jaar te doen. Dus we gaan kijken hoe we dat binnen dat half jaar, dat goede gesprek kunnen voeren. En ik zal de Kamer daarvan op de hoogte houden. Dus dan krijgt de motie oordeel. En dan krijgt de motie oordeel Kamer. Toelichten. Ik kijk even naar de indieners. Ik zie dat ook de heer Bertsmes, een van de indieners, heeft weliswaar niet meegedaan aan het commissiedebat. Ik geef hem echt heel kort, maar niet het opnieuw dit debat over smartphone starten. Geliefd. Nee, zeker niet, voorzitter. Maar ik wilde even opmerken dat tijdens appreciatie van de minister de meeste Kamerleden voor het eerst sinds tijden niet op hun smartphone hebben gekeken. D66 liet eventjes. En ik wil nog eventjes mijn collega van CDA bedanken dat hij mij meegenomen heeft in deze motie. Omdat ik in 2018 al deze motie heb ingediend. En toen waren jullie allemaal nog niet zo ver. Waarvan akte. Dank u wel, meneer Bertema. Dan zijn we inmiddels bij motie 9 aangekomen. Dan kijk ik even naar de minister of hij deze apprecieert of zijn collega. Die doe ik. Ja, want... Even kijken, de vraag van de heer, dat ging heel erg over lesmateriaal en schoolboeken. Die zorg deel ik ook met de heer Bisschop. De markt voor lesmateriaal is in beweging. Het is soms best moeilijk om daar grip op te krijgen, zeg ik ook. Ik zit er ook nog wel eens aan het zoeken. Het is natuurlijk in beweging ook door digitalisering, maar ook door wat vragen wij van de methodemakers. Wij komen daarop terug in de reactie op de evaluatie van de wet gratis schoolboeken. Die komt binnenkort naar uw Kamer. Daar zou ik dit punt dan expliciet in meenemen. En daarmee kan ik deze motie overnemen, zou ik zeggen, voorzitter. Ik kijk heel even naar de indiende heer Bisschop. Die knikt. Daarmee noteren we motie 9 overgenomen. Dan gaan we voortvarend door naar de volgende minister. Omdat ik zag al de volgende spreker van een volgend debat al in de coulissen staan te trappelen. Maar we hebben nog twee moties om te appliceren. Daartoe geef ik minister Dijkgraaf het woord. Ja, voorzitter. Ik begin met motie nummer 3. Motie 3. De cybersecurity op het MBO. Dus de oproep van de heer El Yassini om dit echt heel erg serieus te nemen onderschrijf ik natuurlijk volledig. We zijn hier ook echt heel nadrukkelijk met de instellingen over in gesprek. Ze voeren jaarlijks de benchmark informatiebeveiliging uit en privacy. En die geeft inzicht in hun digitale weerbaarheid en verbeteringen. En die resulteert dan ook in een omvangrijk sectorbeeld waarop gestuurd kan worden. We hebben op dit moment hele constructieve gesprekken met die koepels over meer transparantie, hoe men meer van elkaar kan leren. Ik ben ook in gesprek over wat zij hiernaast allemaal in de jaarverslagen zouden kunnen rapporteren. Natuurlijk wel gelet de vertrouwelijkheid en ook de risico's die dit brengt op een verantwoorde, veilige manier. Alleen het nu op dit moment verplichten gaat me één stap te ver, omdat we nog helemaal midden in dat proces zitten. Dus ik onderschrijf volledig deze inzet. Het zou heel goed kunnen zijn dat we uiteindelijk ook op een verplichting uitkomen. Maar in de huidige vorm vind ik eigenlijk de motie op dit moment overbodig en moet ik hem daarom ontraden. Ik kijk even naar de heer El Yassini. Voorzitter, gezien de tijd ga ik dit ook zo kort mogelijk proberen te doen. Dus ik zal ook direct meteen aan de minister vragen of eigenlijk opmerken. Ik hoor dat de appreciatie ontraden krijgt met het argument wat u erbij geeft. Of dat wat de minister geeft, via de voorzitter. Het debat heeft plaatsgevonden op 1 december 2021. Dat is 14 maanden geleden geweest. En het argument wat ik zojuist hoor is exact hetzelfde argument geweest wat uw voorganger of wat de voorganger van de minister van Engelshoven tegen mij heeft gezegd in het debat. Namelijk, het is nu niet opportun. We zijn nog in gesprek en we gaan nog in kaart brengen welke informatie wel en welke informatie niet. En uw vraag is, de heer Elke. Mijn vraag aan de minister is, na 14 maanden weer met dezelfde argumenten, denk ik, is het niet tijd dat we nu eigenlijk gewoon de stap nemen, omdat de gesprekken nu al zo lang duren en het nog onduidelijk is wat nou eigenlijk gewoon in de jaarverslagen te zien is wat de stand van zaken van de cyberveiligheid van de mbo-scholen is.
De minister. Ja, voorzitter, ik onderschrijf volledig deze urgentie. Dus ik voel deze motie, deze ingediende motie, wel als een oproep om nu daar snel duidelijkheid over te krijgen. Daar ga ik ook aan werken. Ik kan de heer El Yassini wel toezeggen dat, ja, als er niet genoeg vaart in zit, dat we dan ook dit instrument zeker gaan overwegen. Tot slot, kort, de heer El Yassini. Dank u wel, voorzitter. Dan wil ik verzoeken om de motie aan te houden. Maar dat is wel een soort zwaard van Damocles eigenlijk boven ons allemaal. Want het gaat hier om de veiligheid van kinderen en studenten. Dat wil ik echt voorop stellen. En 14 maanden wachten en dan vervolgens dit argument is voor mij eigenlijk niet voldoende. Maar ik geloof wel dat deze minister de juiste intenties heeft om vooruit te gaan. Maar ik hou hem aan. Maar dat betekent dus ook dat op het moment dat het niet vlot genoeg gaat namens de VVD, dat we omwille van die veiligheid dan toch de motie in stemming laten brengen en de Kamer daar een uitspraak over laten doen. En voorzitter, ik kan me daar goed in vinden. Oké, okay, ja. Dan noteren we aanhouden. En mocht die in stemming worden gebracht, dan is het oordeel ontraden tenzij er voldoende voortgang is. En dan tenslotte motie 4 van mevrouw Dekker-Abdul Aziz. Wat een voorrecht van mij om de eerste door een AI-algoritme geschreven motie te mogen ontvangen. Ik weet niet wat precies betekent aan die stroom van 5000 moties per jaar. Maar ik dacht dat het ook wel goed is om diezelfde chat GTP te vragen wat het oordeel is. En die kwam met oordeel Kamer. Nee, alle gekkigheid. Ik heb er ook zelf over nagedacht. Ik denk dat het een hele belangrijke motie is. Een paar kanttekeningen. Zeker moet dit alles ook in nationaal en internationaal perspectief bezien worden. Spreken ook in Europa hier veel over. Er zijn ook richtlijnen gekomen van de Europese Commissie. En we zien natuurlijk breder in de vorm van digitalisering. En ik denk dat ik de concrete opvolging van de motie kan zien in onze beleidsreacties die we nog aan het schrijven zijn op de rapporten van het Rathenau Instituut en de Onderwijsraad, die beide interessante opmerkingen over AI in het onderwijs hebben gedaan. En ook wordt in de Nationale Onderwijslab AI met op dit moment geëxperimenteerd in samenwerking met wetenschappers, scholen en experts. En daarnaast zijn we ook nog een digitaliseringsvisie in het vervolgonderwijs, MBO, HO, aan het ontwikkelen. En daar kunnen we dit ook meenemen. Ik moet wel zeggen, even misschien buiten deze appreciatie, deze ontwikkelingen gaan heel snel. En iedereen die denkt dat we daar een langdurige visie op kunnen ontwikkelen, nou, je bent zo 3 maanden verder. En dan is er ineens een doorbraak waar we allemaal, nou ja, ook dan hier in de Kamer nu dankbaar gebruik van maken. Deze ontwikkelingen gaan enorm snel. En ik denk dat dat moeten we wel gewoon in rekening brengen. We gaan misschien veel sneller dan we het uitzicht hebben over het landschap waar we doorheen snellen. Maar zonder meer heeft het enorme consequenties in het onderwijs. Je ziet nu al instellingen op een heleboel manieren als het gaat over selectiemechanismen, het beoordelen van rapporten. Alleen al door deze ene app al helemaal gaan wijzigen. Dus daarmee denk ik volstrekt eens om hier urgentie aan te verlenen. Maar enige slag om de arm van hoe helder ons zicht is op al deze ontwikkeling. Dank u wel. En daarmee krijgt deze motie oordeel Kamer. En zijn we aan het einde gekomen van dit 2 minuten debat. Ik dank de aanwezigen en laat u weten dat dinsdag de stemmingen over de ingediende moties zijn. Ik schors voor een kort moment, zodat we door kunnen met het volgende debat. Dat is de 7e incidentele supplementaire begroting in zaken werk aan uitvoering Oekraïne in het herdenkingsjaar slavernij verleden. Ik schors voor een enkel moment.
heropen de vergadering. En de orde is de zevende incidentele supplementaire begroting in zaken werk aan uitvoering Oekraïne in het herdenkingsjaar slavernijverleden.